Ja. Ja, dus dat is echt vanaf onder tot boven zo. Nee, want doe je dan deze helemaal zo in dat middenste stuk? In het midden, vanaf die deuren daar zo, ja. Ja. En dan deze vanaf daar? Ja. Ja. Okay. Ja, wat ik wil doen is van boven vanaf het balkon wil ik, ja, dat moet ik even uitproberen, een beamer neerzetten. En dan wil ik hem in drie gedeeltes projecteren. En dan ermee schuiven en het dan, en dan een grote lijn over te doen. Dat is alleen de aanleiding. Ja, vanuit die tekening ga ik dan wel interpreteren en ga ik verder. Ja, ja, fantastisch. Ja, vind je het goed? Ja, ik vind het goed. Ik ben Jeroen Hermkens. Ik ben geboren in 1960 in oosten van Brabant. Een plaats wat Sint-Tunis heet. En ik ben op mijn 19e ben ik Brabant ontvlucht en naar Utrecht vertrokken. En sindsdien woon ik in Utrecht. Men vindt dat je als kunstenaar lang haar moet hebben, ongeschoren moet zijn, een paars pak aan moet hebben en dat je s'nachts dronken in het café de vrouw van je vriend vast lastig valt. Dat is een beetje het standaard van zo is een kunstenaar. Maar dat is een heel raar, achterhaald romantisch idee. Zo werkt dat natuurlijk, zo zijn kunstenaars niet. Kunstenaars zijn ook mensen die midden in de wereld staan en die moeten natuurlijk ook overleven. Jeroen, die is eigenlijk als schilder opgeleid in de jaren 80. Waarin een grote herleving was van expressionisme en vormen van realisme. Grote namen, kunstenaars als Georg Baselitz of Helmut Middendorf of Rainer Vetting. Het had te maken met thema's van het dagelijks leven. De snelle notitie, omdat het leven was vluchtig, het kreeg een andere dynamiek. Ja, daar vindt hij zijn inspiratie. Daar vindt hij zijn bron. Als kunstenaar mag je eigenlijk niet commercieel zijn. Dat is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk. En Jeroen is nou juist ook commercieel heel succesvol. Nou, ik wou sowieso een aantal, weet je wat, die liedjes die ik van Jacques terug heb. Oh, oké. Okay. Gouden ouders ook ophangen. Ja, dat is ook wel leuk, omdat het is tenslotte jubileum tentoonstelling. Ja. En Jeroen Herps is eigenlijk al 20 jaar bij ons kunsthandel verbonden. Ik begon toen op 21-jarige leeftijd in de zaak om het vak te leren. En Jeroen begon toen eigenlijk ook aan het begin van carrière, kreeg toen bij ons een podium. En ja, in die 20 jaar zijn we eigenlijk ook wel vrienden geworden. Jeroen heb ik leren kennen uit het Utrechtse. En met name door ontmoetingen bij feestjes en partijen. En aan de muur, daar hing een naakt. Die hele wijnproeverij lang kreeg ik mijn oog niet af van dat schilderij. En daarom vond ik het geweldig dat hier in het museum een tentoonstelling heeft plaatsgevonden van zijn werk, maar dan niet de thema's van stadsgezicht of landschap gekoppeld aan Utrecht, maar zijn naakte. Een kunstwerk van Jeroen Hermkens herken je van een afstand. Hij heeft een hele eigen stijl, hij heeft een eigen compositie, hij heeft een eigen manier van kijken. Hij kijkt anders naar een stad en hij ziet plekken zoals wij hem kennelijk niet zien. En daar geeft hij zijn zienswijze op, met zijn handschrift, zoals je dat noemt. Het grappige aan mijn werk is dat vanaf het allereerste begin op de academie al, dat ik een heel duidelijk handschrift had van dit is van mij. Dat is nooit veranderd ook. Het is echt, ik weet niet wat het is, alsof vorm en kleur, dat kan niet anders. Dat is altijd zo geweest. Natuurlijk ontwikkelt het zich en verandert het een beetje, maar het blijft in wezen blijft het hetzelfde. Ik ben gevraagd door de Schouwburg om tijdens de verbouwing een monumentale tekening te maken op die muur. In het stuk wat wel open is van Utrechtse bouwputten. Het is voor mij ook spannend als ik daaraan begin, als ik daar die eerste streep neerzet van jezus, hoe gaat dat eruit zien? Hè? Wordt dit echt zo monumentaal als ik denk dat het zou moeten worden?
wat ik het moeilijk aan vond was de eerste dag, dat ik in een hoek begin en daar zet ik het op en de rest doet nog helemaal niet mee. Dus dan is het een klein stukje en toen kon ik nog niet overzien hoe het geheel zou worden. En die tekening in de schouwburg werkt alleen maar in zijn geheel. Nou, dit zijn echt hele oude Lido's, hè? Ik zat op de kunstacademie. En ik werkte figuratief. En ik had docenten hier en die wilden mij niet begeleiden omdat ze dat reactionair vonden. Die vonden dat je uit je middenrif moest werken en dat het nergens op mocht lijken. Die vonden ook dat je niet moest model tekenen. Dus die waren helemaal op de abstracte tour. Dat was een hele rare sfeer in die tijd. Dat was heel, heel negatief. En er was eigenlijk niemand die iets wist van lithografie. Dat was heel moeizaam om iets van lithografie te leren. Er was een mogelijkheid om stage te lopen op die academie. Dus ik ben de laatste jaren dacht ik ga naar Parijs. En dan ga ik alles van de lithografie leren. Ja, de vraag is of je het allemaal moet doen. Hè? Dat was een beetje het idee. Ik ben bekend geworden met het maken van litho's. Litho's van stadsgezichten. En dat zijn kleurenlito's. In Parijs heb ik een speciale manier van het maken van kleurenlito's geleerd. En ik heb op een gegeven moment een grote lito-stenen in bezit gekregen en persen. Dus ik maak enorme formaten lito's. Ik vind zelf ook wel een goede relatie hebben met schilderen. Het heeft een hele goede invloed op elkaar. Hoeveel heb je er nog? Ik heb namelijk geen ink meer. Het blijft wel vrij licht, hè? Een beetje subtiel, hè? Ja, tuur. Dat vind ik eigenlijk niet zo van. Nou, het is wel een groot verschil, dit. Als kunstenaar heb je niet een dat je naar je werk gaat. Ik ben de hele dag bezig om rond te kijken en te reageren op wat ik zie en dat te verwerken in de beelden die ik maak. En als we die andere erbij hebben van tevoren, hoe ziet die eruit? Die stadsgezichten en die landschappen, die hebben inderdaad een bepaalde vorm die meteen karakteristiek is voor zijn werk. En kunst ontstaat in termen van Jeroen Hermkens gekoppeld aan leven. En als je dat zelf hebt, dat iets verbonden is aan leven, dan is daar waardering een gevolg van. Ik ben op weg naar Van Oort, een van de grootste baggerondernemingen ter wereld. En zij hebben een hoofdkantoor aan de Nieuwe Maas bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. En dat kantoor hangt helemaal vol met mijn werk. En daar ga ik een extra schilderij aan toevoegen, wat ook weer in de collectie wordt opgenomen. Ik heb voor Van Oort 2 jaar lang de wereld rondgereisd. Ik ben naar Dubai geweest, Qatar, maar ook naar Noorwegen, Italië, Spanje. En daar heb ik al hun verschillende werkzaamheden vastgelegd. Hey, hey, goedemorgen, Robert. Dat zie ik graag. Ja, hey. Hey. Alles goed? Uitstekend, jongen. Ja? Met jou? Heel goed, heel goed. Ja, het is allemaal begonnen ongeveer in 2007. Toen hebben we besloten om zeg maar, onze projecten en schepen op een bijzondere, unieke manier vast te leggen. Dat kun je natuurlijk doen met film, dat kun je doen met foto's. Denk even aan de moderne technieken. Maar toen hebben we besloten om dat zeg maar in een kunstcollectie vast te leggen. Klasse. Ja? Ja. Dat was heel intensief. Ik heb 2 lang jaar lang echt bijna geen weekend vrij gehad. Geen vakanties genomen omdat ik dan weer eens naartoe moest. Ik zat ook altijd in een niet echt kunstvriendelijke omgeving. Dus ik had dat 2 jaar helemaal gehad. Ik denk, nou is het wel mooi geweest. En ik had geld verdiend natuurlijk. Ik denk, nu kan ik me veroorloven om deur van mijn atelier dicht. En ik ga gewoon, zonder dat ik tegen iemand zeg, ga ik gewoon een tijd portretten en naakten schilderen. Ja, boeiend aan naakten schilderen is dat ik gefascineerd ben door mensen. De sociale kant van mensen. Ik vind mensen mooi.
En ik heb natuurlijk in mijn steden, krijg ik altijd horen van waarom staan er geen mensen in? En dat is omdat ik een schilderij wil maken van de stad en niet van het particuliere verhaal van iemand die door die stad loopt. De spannendste beelden, die zitten ook vast aan de manier waarop ze in het kader staan. Alsof je door een brievenbus loert en zo een naakte vrouw ziet. Dat loeren, ik noem het door een brievenbus naar zo'n naakt en dan zoom je in en in één keer denk je, ah ja, dat is zijn kunde. Die kracht en die snelheid is belangrijk in die schilderijen. Het is die vrouw, die dag, die sfeer. En als ik zeg van ik ga dat heel rustig opzetten en ik ga daar een maand, 3 dagen per week aan dezelfde schilderij werken, dat is niet mijn ding. Dan wordt het te statisch. Jeroen die is elke dag aan het werk. Die plant zijn dagen in dat hij of een litho gaat drukken of gaat schilderen. Het is ook geen baan voor hem. Het is natuurlijk meer een roeping. Dus hij wil ook elke dag iets maken. Het is licht. Het is vol van kleur. Het zijn composities die esthetisch mooi zijn om naar te kijken, maar tegelijkertijd fijn. En ze openen een goed gemoed. Het is positief. Hè? Het gaat er uiteindelijk alleen maar om, omdat je dat schilderij hebt, de verf, de kleur, de compositie, dat moet goed zijn. Ik was een presentatie van Liszt Concours in de Rode Doos aan de A2. En toen was ik helemaal gefascineerd door die pianisten. Ik vond het prachtig, die grote vleugels. En dan zaten die mensen daarachter die piano helemaal geïnspireerd te spelen. Dat was een heel mooi gezicht. En toen heb ik tegen Quinten Peler, de directeur van het Liszt Concours, gezegd, laat mij eens weten wanneer dat je dat soort dingen hebt. Dan wil ik tekeningen gaan maken. Dat lijkt mij, ik zou dat wel eens vast willen leggen. Kijken of ik daar een beeld van kan maken. Dit is de houtsnede voor het Liszt Concours. Geweldig. Heb je al een idee wat je ermee wilt doen? Nou ja, we hebben straks natuurlijk de prijsuitreiking op de finale galaavond bij het Liszt Concours. De slotavond waar dan de grote prijzen worden uitgereikt. En we hebben een publieksprijs dit keer. En ik zou het wel heel erg leuk vinden als dit wordt aangeboden aan de winnaar van de publieksprijs. Het duurde heel erg lang voordat ik tevreden was. En ik ben natuurlijk tegen andere dingen aangelopen, dat ik hele lineaire tekeningen maak, met dus alleen maar lijnen. En dat als je dat op zo'n grote muur doet, dat je de weg kwijtraakt. Dus zo'n muur roept erom dat je ook vlakken in grijstonen gaat neerzetten, zodat je volumes krijgt. Anders wordt het heel rommelig. En dat heb ik pas gezien toen ik daar aan het werk was. Dat zag ik de tweede dag. Zag ik denk, dit kan niet zo. Ik wil niet dat het een ingevulde tekening is. Ja, dus dat je losse tekeningen krijgt, dat je leuke plaatjes krijgt. Nee. Je moet verdrinken in een soort bouwput. Ja. Het moet over je heen vallen. Heb je druk vandaag? Wat is je druk? Ja, heerlijk. Op zaterdagochtend naar de markt gaan, je moet van die gewoontes hebben in je leven, wat je altijd doet. Dus ik ga al 20 jaar lang, ga ik elke zaterdagochtend naar de markt. En ik vind dat leuk. Het is niet zo van ik moet vis gaan halen. Ik vind het heerlijk om er even rond te lopen een uurtje. Wat voor noten moet je hebben? Sta bij Ron. Mag je daarmee eens? Ja. De dadels, de metjoldadels? Zijn ze goed? Vind jij ze lekker?
Ik ga niet of jij ze lekker, ik moet ze lekker vinden. Ja, doe er maar, zijn er niet zo groot, doe er maar 4. Doe ook maar 2 dorades, nu je toch bezig bent. 40 en 50. Dankjewel. Fijne dagen. Bedankt, ziens. Als we op vakantie gaan, want we zitten in Italië of in Zwitserland, dan zegt mijn vrouw ook altijd na 2 dagen, moet jij eens niet wat tekeningen gaan maken. En ik denk, omdat ze dan ziet dat ik onrustig word of ongeduldig word of dat ik iets wil doen. Dus je moet mij niet aan het strand zetten, daar moet je niet aan denken. Die kunst van hem, dat was, is eigenlijk ook leven, zoals leven is. En dat maakt hem denk ik zo bijzonder, hoe leven is. Ga naar zijn huis en kijk hoe hij woont. Praat met hem over zijn liefde, of over zijn gezin, of over fietsen, of over... het is onderdeel ervan. Ik heb het mooiste beroep wat er is. Er is geen onderscheid tussen werk en privé. Het is gewoon wat ik wil, wat je inderdaad passie zou kunnen noemen, of in negatieve zin dwangmatig zou kunnen noemen. Maar dat is gewoon, dat wil ik. Dus dat zie ik niet als werken, dat is het mooiste wat er is. Het is het onderdeel van hoe ik leef. Ik ga niet naar mijn baas met een prikklok. Dus als ik op zondagmiddag wat wil doen, of op maandagnacht, of op dinsdagochtend niet, weet je, dat gaat vrij automatisch. Ik vond het heerlijk, toen ik de grote lijnen had, om die beamer weg te halen en vanuit die lijnen gewoon zelf dingen te gaan veranderen, in te vullen of te gaan interpreteren. Ik kan ontzettend intensief met werk bezig zijn, hè, met een schilderij of met zoals die tekening in de Schouwburg. Hè. Dan deed ik daar 's nachts nog aan te denken en 's ochtends hoe moet dat verder. En dan ben ik heel intensief bezig. En op het moment dat ik beslis dat nu is het klaar, dan is het bijna alsof het ook meteen van me afvalt, dat het weg is. Wat ik doe is een manier van leven. Dus dat is niet iets dat je zegt van ik ben 65, ik hou nu op met leven. Dus er is voor mij geen eindtijd, ik zal altijd doorgaan. Het is niet eens een vraag van, ga je ooit stoppen? Nee. Van de 65, ik ga met pensioen. Nee. Ik heb geen pensioen. Ik wil ook geen pensioen.